en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe foundation review. Ik ga de nieuwe Charlotte Tilbury Beautiful Skin Foundation testen. Dit is een nieuwe foundation van hun en ik ben super duper benieuwd. Ik heb slechts één ander product van dit merk, dus dit wordt mijn tweede product van hun. En ik had gevraagd op mijn Instagram of jullie deze foundation willen zien. En de meerderheid zei ja. Dus volg me ook op Instagram als je voortaan wilt meedoen met alle mijn vraagstukken. Dit zou echt een prachtige foundation moeten zijn. De no make-up make-up look. Mooi glanzend, mooi stralend. Alsof je niks op hebt, maar toch een heel mooi egaal gezicht hebt. Dus ik ben heel benieuwd. Mijn vorige review was over die van Pat McGrath. Die foundation was €72. Dat ging ook wel oké. Bekijk ook vooral die video als je dat wilt weten. Deze foundation van vandaag kost iets minder, maar valt nog wel gewoon in de hoge prijskategorie. Dus ja, ik ben gewoon echt heel benieuwd. Ik ga ook een full day wear test doen. Dus ik neem jullie ook de hele dag mee. En dan kunnen we kijken hoe het gewoon blijft zitten. Dus ja, laten we gewoon snel beginnen. Vind je dit nieuwe leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze foundation review. Jongens, mijn haar is nog een beetje nat. Dus het is een beetje plat. Ik doe het even naar achteren. Oké, zoals je kunt zien heb ik helemaal geen make-up op. Het enige wat ik heb gedaan is mijn wenkies, dagcreme en voor de rest helemaal niks. Oké, jongens, dit is hem dan. Dit is de Charlotte Tilbury Charlotte's Beautiful Skin Foundation. En hij kost €40. Nou, dit is de verpakking. Het is een hele drukke verpakking. Er staat echt super veel op. Kijk even dit. Zowel in het Frans als in het Engels. Echt heel erg druk. En dan, als je de foundation eruit ziet, is dit wat je krijgt. Een prachtige gouden tube. Jullie weten, ik hou van goud. Ik vind dit er echt super duper mooi uitzien. Je krijgt 30 milliliter. En dat is een normale hoeveelheid voor foundation. Ik vind dit echt prachtig. Het heeft ook gewoon een pump. Het ziet er echt heel mooi uit. I love it. En ook weer hierop heb je een heleboel claims. Echt, ze claimen echt heel veel. Nou, over alle claims gesproken, laten we eventjes gaan bekijken wat ze nou precies zijn. Charlotte's Beautiful Skin Foundation voor een gezond uitziende gloed. Met verhelderende rozencomplex en hydraterend hyaluronzuur om de uitstraling van de huid bij elk gebruik te verbeteren. Charlotte's Beautiful Skin Foundation is veganistisch en heeft een recyclebare tube. De huid ziet er 181% voller en gladder uit, 166% meer gehydrateerd en 285% stralender uit. Verkrijgbaar in 30 prachtige tinten. Oké, nou, het moet je huid gewoon hydrateren, laten glanzen. Het moet er gezonder uitzien, voller uitzien en nog wel een mooi naturaal effect hebben. Dus ik ben echt heel benieuwd. Er staat dat 90% van de gebruikers erover eens is dat het product het uiterlijk van de huid bij elk gebruik verbetert. Nou, oké. 30 kleuren is ook een goede hoeveelheid. Ik heb hem besteld bij de Bijenkorf online. En op de website zie je ook een heleboel before en afters. En als ik zo kijk naar die foto's, het is inderdaad echt heel naturel. Nou, let's do this. Dure foundations hebben altijd een lichte tot medium dekking. Echt altijd. Ik heb de kleur 8 Warm. En ik denk dat dat ook echt een goede kleur gaat zijn voor mij. Ik ga het op de helft van mijn gezicht aanbrengen met mijn spons. En de andere helft met de kwast. Ik denk dat de kwast beter gaat zijn. Maar toch wil ik ze gewoon allebei proberen voor jullie. Maar eerst ga ik mijn gezicht primen. Zo. Zoals ik altijd doe. En ik ga dan ook gewoon in met mijn Charlotte Tilbury Flawless Filter. Deze heb ik in de kleur 4 en is echt super fijn. Laat je gezicht ook echt stralen. Oké, en nou gaan we in met de foundation. Ik begin eerst met de spons. Ja, de kleur is perfect. Ik ben altijd zo goed in het online gokken van mijn kleur. I love it. Nou, aanbrengen met de spons gaat echt prima. Dit is echt heel mooi naturel. Wauw, ik ben echt een beetje impressed. Het is echt heel mooi, jongens. Wauw. Ik vind hem mooier dan die van Pat McGrath tot nu toe. Dit is echt zo mooi. Ik heb het nou hier wel en hier niet. Ik kijk even dit verschil. Het heeft het echt heel mooi naturel gemaakt zonder too much te zijn. Ik zie echt wel goed een verschil. Lijkt gewoon precies op al die foto's die ook op de website staat. Love it. Oké. Andere kant ga ik aanbrengen met de kwast. Oké, nou dat ging ook echt prima. Ik zie niet echt verschil met een kwast of een spons. Dus je kunt gewoon allebei gebruiken. Ik hou persoonlijk gewoon altijd meer van een spons. Maar deze kant is ook weer stralend. Kijk even die glow ook helemaal hier. Dit is echt, oké. Dit is echt heel mooi, jongens. Dit is echt heel mooi. I love it. Ik ga even met mijn spons overal overheen. Ik ben echt helemaal impressed. Er staat online niet hoe lang die goed moet blijven zitten. Maar ja, het moet in ieder geval zeker 8 uur gewoon goed blijven. Ik zal eventjes een before en een after laten zien. Kijk even dit verschil. Kijk hoe mooi. Zo naturel. Eventjes iets beter inspecteren. Het maakt niet mat of zo. Het is gewoon echt een naturel dekking.
En het heeft een lichte tot medium dekking, wat ik al gewoon verwachtte. Ik zou niet meer aanbrengen. Dit is gewoon zo mooi. Ik ben er zo enthousiast over. Ik ben heel benieuwd hoe de rest van de make-up erop aanbrengt. Ik ga ook wel een beetje een naturel lookje maken. Ik doe dit erbij, want jullie weten hoe ik ben. En dan kunnen we zien hoe de rest van de make-up zich erop aanbrengt. Dus ik zie jullie zo weer. Oké, jongens, we zijn 20 minuten verder en mijn hele make-up is klaar. Ik wil niet weer overdreven dramatisch gaan doen, maar het ziet er echt fantastisch uit. De wimpers die ik op heb zijn van de Primark in de stijl 822. Wat heb ik op mijn lippen? Sweet Tea lippotloodje van Morphe. En deze soft matte lipcream van NYX Cosmetics in de kleur Abu Dhabi. Mijn fave nude lip combo. Kijk even hoe stralend ik eruit zie. En ik heb niet eens een highlighter op mijn gezicht, alleen maar op mijn neus. Op mijn gezicht niet. Je ziet hier echt helemaal zo'n glow. Zie je dit? Dit is echt amazing, jongens. Ik ben echt zo in shock. Ik vind het zo mooi. Even mijn haren losgooien. Oeh, ik heb vandaag een goede haardag. I love it. Ik denk dat ik een beetje glitter wil op mijn oogleden. Ik wilde het naturel houden, maar ik mis een beetje iets van de glitter. Ik ga in met mijn Morphe 2 Jelly Eye Shimmer in de kleur Confetti. Dit is gewoon een glitterige crème-achtige oogschaduw. Die is echt super mooi. En die is echt super makkelijk aan te brengen. Ik pak gewoon zo'n beetje met mijn kwast. Het is ook niet too much. Het is een beetje bruin-paarsachtige glitter. En dan breng ik die gewoon zo'n klein beetje hier zo aan. Voor wat extra wavavoom. Dit doe ik echt heel vaak. Dit product is echt amazing. Ik heb hem nog nooit gebruikt op beeld. Maar ik gebruik hem heel vaak als ik niet film. Want het is zo makkelijk. Je drukt het gewoon zo in. En je hebt een klein beetje glitter zonder echt too much te zijn. Hoe vaak ga ik nog I love it zeggen? I don't know. Oké, mensen. Ik zit in mijn auto en ik film dit met mijn telefoon. Ik dacht ik laat jullie ook eventjes zien hoe het eruit ziet in normaal daglicht. Kijk hoe mooi dit is. Dit is toch niet normaal, jongens? Wat is dit? I love it. Dit ziet er echt allemaal prachtig uit. Super duper mooi. Echt 10 punten, jongens, tot nu toe. Ik heb het pas net op, maar oké. Nou jongens, dit was het dan. Ik vind dat mijn look er echt fantastisch uitziet. En nou ga ik de make-up de hele dag oplaten. Het is nu 11:15, dus ik heb weer de volledige dag om het te gaan testen. Ik ga ook vanavond uit eten in Brussel. We moeten helemaal naar een ander land om uit eten te gaan. Dus ik hoop echt dat mijn make-up echt de hele dag goed blijft zitten. Maar voor nu ben ik er echt, echt heel tevreden over. Oké mensen, ik ben nou weer in mijn beauty room. Het is nou 5 uur, dus we zijn een aantal uur verder. Ik film dit met mijn phone. En dit is nou hoe mijn make-up erbij zit. Het ziet er zo goed uit. Ik weet dat door de lichten het een beetje raar vettig kan lijken. Maar ik ben dus best wel versteld van het feit dat mijn gezicht nog best wel mat is. En ik heb letterlijk helemaal geen poeder aangebracht over mijn hele gezicht. Dat hebben jullie net ook gezien. Ik heb hier gebaked, hier en hier. En that's it. En het ziet er nog zo goed uit. Echt, het is echt stralend. Alleen bij mijn neus vind ik het niet meer zo heel mooi zitten. Maar dat gebeurt vaker. Maar voor de rest, het zit zo goed. Oké, ik heb jullie eventjes neergezet. Want ik zit in mijn beauty room omdat ik mijn make-up wilde gaan bijwerken. Maar er valt niet echt iets bij te werken. Het zit allemaal nog echt goed. Ik vind mijn eyeliner lijn hier niet meer zo mooi zitten. Dus ik ga even hier een rechtere lijn maken. En hier ook. Ik ga ook mijn blush bijwerken. De blush die ik op heb is van Huda Beauty Glow Is Blush in de kleur 02. Ik vind het echt een hele, hele mooie blush. Deze had ik net ook opgedaan. En dat was het eigenlijk. Ik denk dat ik niet echt meer veel ga bijwerken. Want er valt niet echt iets bij te werken. En ik wil ook niet al te veel bijwerken. Ik heb nu echt al 5 keer bijwerken gezegd. Want ik wil echt zien gewoon hoe de foundation gaat blijven zitten nog de hele dag. Dus ik werk gewoon een heel klein beetje bij zo. En that's it. Ook een beetje highlighter van de Balm. Deze had ik net gedaan op mijn neus en in mijn binnenste ooghoeken. Dus die werken nou bij. Ik heb voor de rest geen highlighter op mijn gezicht. Echt alleen maar mijn neus en mijn ooghoeken. Ja, en ook echt mijn lippen. Het is er al helemaal vanaf. Oké, en dan ook de fixing spray die ik net heb gebruikt. Hydrating spray van Morphe. En dan is het klaar.
Zo, ik hoefde echt helemaal niet veel bij te werken. Top dit, jongens. I love it. Nou, en dan ben ik nou klaar om uit eten te gaan. Ik ga dus uit eten in België, want obviously is hier alles dicht. Het is zo fijn als je aan de grens woont. Ik hoef helemaal niet ver te gaan nu. En ja, dit is het dan voor nu. Het zit echt gewoon nog top. Ik ben er echt heel blij mee. Ik zie jullie straks weer. Oké, mensen, daar ben ik weer. Ik sta nou in mijn badkamer. Het is nou 10:30, zoals jullie kunnen zien. Ik ben uit eten geweest en alles. En dit is hoe mijn gezicht er nou uitziet. Ik begin nu al te zien dat het niet meer perfect zit als net. Hier is het een beetje gaan creasen. Het is een beetje weggegaan rondom mijn mond en zo. Dus ja, het is niet super, super long wearing. Maar ik moet zeggen, hij bleef echt absoluut 8 uur lang echt perfect zitten. En vanaf toen ging het een beetje omlaag. Maar voor een natural foundation is dat echt heel knap. Kijk, op zich, het zit nog wel gewoon oké. Hier is het ook al een beetje aan het weggaan zo. Maar als voor de rest, het is nou niet dat ik echt denk van ik zie er niet meer uit. Dus jongens, ik ben er echt heel enthousiast over. I love it. Ik vind hem beter dan die van Pat McGrath. En die was 70 euro. Dus ja, echt een topper. 10 punten. Ik raad hem echt, echt zeker aan. I love it. Let wel op, hij heeft een lichte dekking. Dus als je wilt bedekken en zo, dan gaat dit er niet op worden voor jou. Maar echt fantastisch. Nou jongens, dit was het dan voor vandaag. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de video. Als er een product is, een collectie, kleding, make-up, beauty producten, whatever, waarvan jij denkt, Sarah, ik wil dat je dit heel graag test in een video, let me know beneden in de reacties, want ik test hier volop op mijn kanaal. En aangezien ik 4 video's plaats in de week, ben ik altijd op zoek naar nieuwe video-ideeën. Dus geef me wat inspiratie, jongens. Nou, hoe vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!